Geluid hebben we. Ja, ik moet alleen nog even mijn... ja, daar ben ik. Ja, goedemiddag. Hey, hi. Zo, wat is het? Oh, je hebt lekker tegenlicht. Ah, nu zie ik je. Moet ik draaien? Naast kan. Okay, dat, nou ja, dan zie ik je net wat beter. Dat, Momentje. Ja, rustig aan. Dat is beter. Ja, dat is beter. Zo. Zo. Hey. Goedemiddag. Hi. Hoe is het? Goed, ik kom net uit mijn werk. En ja, ik lekker weertje buiten. Ik ben vandaag gegaan op de One Wheel. Dus dat was, door de drukke stad was dat de heenweg heel relaxed, want er was niemand. En de terugweg moest ik wel echt even opletten. Maar het is allemaal goed gegaan. Het was leuk. Ik had echt een lekker muziekje in en ik heb lopen zingen. En allemaal mensen die hadden echt zoiets van, hé, wat is dit? Wat komt daar nou aan? Maar ik voelde me heel erg vrolijk en iedereen moest een beetje lachen om me heen. Dus dat was heel goed. Oh, dat is altijd goed, ja. Ja. De One Wheel, ik heb de filmpjes gezien, maar leg eens even uit. Nou, een One Wheel is een zelfbalancerende eenwieler. Waarmee je, waar je dus in snowboard stands op staat. En daarmee kan je gewoon snowboarden door de straten. Maar ook door, door off-road. Dus dat is echt mijn redding geweest in deze coronatijd. Dat ik gewoon in de bosjes of in de bossen kon one-wheelen. En daar mijn snowboard training heb gedaan. Dus dat was wel echt mijn gelukspunt van de afgelopen coronacrisis. Ja, want het is eigenlijk gewoon snowboarden, maar dan... Het kan overal. Ja, ja, het is op een skateboard, wat een one wheel, wat maar één wiel heeft, waar een hele dikke off-road band onder zit. En daarmee kan je gewoon over elk terrein waar je maar wil. Hij is elektrisch? Hij is elektrisch. Ja, precies. Ja. Ja, oké. Dus dat was jouw coronatraining? Ja, 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 naast alle andere trainingen die ik ook moest doen, maar daar ga ik zo over vertellen. Ja, want tot nu toe heb ik vooral eigenlijk alleen maar zomersporters gesproken, hè, want iedereen is in aanloop naar Tokio. Mm-hmm. Maar voor jullie als wintersporters, hoe was die periode? Ja, nou ja, het was natuurlijk super raar, omdat wij in februari zaten we nog volop in ons seizoen. Ik zat zelfs in Noorwegen toen we het nieuws kregen dat alle grenzen dicht gingen. En nou, dat we eigenlijk zo snel mogelijk naar huis moesten gaan. Dus we hebben toen, nadat eigenlijk onze wedstrijden daar waren gecanceld, hebben wij onze spullen gepakt en zijn we naar Nederland weer teruggegaan. En dat was echt heel raar, omdat we, ja, je zit midden in je seizoen en je bent in één keer thuis en je... Ja, ons seizoen eindigt altijd dat je dan daarna een maand rust hebt. Dus dan hoef je even niks te doen. En die heb je dan ook meestal wel verdiend. Maar ja. Dat gevoel had ik nu helemaal niet. Weet je, ik kreeg toen al gelijk van NOC-NSF een mailtje van dat ik hoe het met mijn status zou zijn de aankomend jaar. En nou ja, dan zit je thuis. En ik heb een weekje heb ik even niks gedaan. Maar ik dacht op een gegeven moment van ja, als ik zo door blijf gaan komende maand, dan... Gaat dat niet goed, dan raak ik gewoon al mijn opgebouwde fitheid verliezen. Dus toen heb ik Rob, onze kracht- en conditietrainer, heb ik een berichtje gestuurd van... Joh Rob, ik weet dat het internet vol staat met allemaal bewegingen en dingen. Maar wat kan ik nou doen om straks zo sterk mogelijk weer terug te komen? En toen heb ik eigenlijk een best wel heftig trainingsprogramma gekregen met elke dag 2 trainingssessies. Dat was dan voornamelijk was opgebouwd in 3, nou ja, in de 2 dingen. Ik deed 3 keer in de week kracht en conditie. Dus dat is dan kracht doen we normaal met squatten en heel veel gewichten en zo. Maar nu, omdat we niet naar de gym konden, had ik een elastiek met van 20 kilo. En die kan je op de een of andere manier om jezelf heen doen, waardoor je dan toch kan squatten. Maar ja, dat is toch niet hetzelfde als met gewicht. En de conditietraining heb ik gedaan op de spinfiets. Die staat hier in de woonkamer. Dus die heb ik kunnen lenen van de Haagse Golf en Country Club, waar mijn ouders lid zijn. Het is echt super chill dat ik daar op mijn conditietraining heb. Ja. Dus, en ook voor de warming-up, voor elke training in de ochtend, weet je, dan fietsen we even warm. Dus dat kon ik hier gewoon in de woonkamer doen.
En voor de rest heb ik gewerkt heel erg aan mijn mobility. Dus dat is, weet je, dat je jezelf in de ongemakkelijke houdingen zet die je nodig hebt om beter te kunnen borden. Dus dat heb ik 2 keer in de week gedaan. En daarnaast ben ik gewoon heel veel naar buiten geweest. Ik ben gaan mountainbiken, ik ben gaan skaten, ik ben gaan wandwielen. Ik heb zelfs een beetje gesurfd. Dus ja, en wij als snowboarders die zijn toch vaak op locaties van, weet je, waar je toch niet echt goed kan trainen. Waar je niet echt faciliteiten hebt. Dus ik denk dat we daar echt wel heel erg goed, dat ik daar wel heel erg goed mee om ben gegaan. Ja, precies. Maar eigenlijk, je komt thuis, je zit midden in je wedstrijdseizoen, ineens paf, boem, hup, naar huis, klaar. Maar eigenlijk na een weekje ben je dus weer aan de slag gegaan. Ja, nou ja, ik had zoiets van, ik was natuurlijk heel erg teleurgesteld dat het, het over was. Zeker ook omdat ik in Noorwegen was voor de wedstrijden waar ik echt mijn punten moest halen. Dus ik baalde onwijs dat ik dat niet kon doen. En weet je, sporten en bewegen, dat is gewoon heel goed voor mij. En dat ga ik ook zeker blijven doen. Stelt, weet je, ik stop ermee. En dan, waarom niet doen wat goed is voor aankomend jaar? Want ja, we hebben dit jaar toch wel een WK waar we naartoe aan gaan werken. Volgend jaar dan, als alles goed gaat lopen, de Spelen. Ik hoop het heel erg. Ja. Maar goed, weet je, maar beter gewoon gebruik maken van de situatie. Ja. Dus, ja. Nou ja, je zei net inderdaad al, hè, over je status. Inderdaad, die laatste wedstrijden die waren belangrijk daarvoor. Wat betekent dit voor jou? De corona. Het feit dat die wedstrijd dus niet doorgegaan is, wat betekent dat bijvoorbeeld voor jouw status? Nou ja, ik heb dus, ik heb gewoon een, ik krijg niet betaald vanuit NOC-NSF. Dus ik heb afgelopen jaar heb ik een baan gehad en heb ik getraind. Ja. En dat was af en toe best wel lastig om te combineren allemaal, maar het ging goed. Ik heb het goed gedaan, ik voelde me in de winter fit genoeg om wedstrijden te doen. En ik voelde echt, ik kon echt presteren. Ik was ook, ik ben in Landgraaf, ben ik derde geworden. Finland is even niet zo goed gegaan. En in Noorwegen hadden we wel wedstrijden. Daar ben ik helaas net vierde geworden. Maar goed, weet je, ik hoor er wel echt bij. Ja. Dus dat ik mijn status niet kon terughalen was eigenlijk jammer. Want ik wou dat ik meer tijd in mijn sport kon gaan steken aankomend jaar. En iets minder op werk kon focussen. Omdat we naar zo'n belangrijk moment gaan toewerken. Dus ja, ik moest eigenlijk die gedachten moest ik even zo snel mogelijk aan de kant zetten. En gewoon ja, de copy-paste van afgelopen jaar gaan doen. Ja. En ik heb nu wel door de coronacrisis heb ik heel erg geleerd van dat het meer kan. Weet je, ik hoef niet altijd naar een gym om oefeningen te doen. Ik kan het ook gewoon in mijn woonkamer doen. Het heeft me wel wat meer inzichten gegeven hoe ik mijn week beter kan gaan inrichten. En ook dat ik bijvoorbeeld nu meer thuis kan werken en dat soort dingen. En het creatiever dingen kan inplannen. Ja. Dus daar, dat is wel de positieve kant van het hele corona-verhaal. Maar ik had wel echt, toen ik het hoorde en toen ik die status niet meer terug kon krijgen, dacht ik wel echt van, ja, dan, dat vind ik echt stom. Want, Volgens mij dacht je iets heel anders dan stom, maar goed. Ja, ik zie dat kunnen we nu niet zeggen. Ik zie dat je al, dat die gerecord wordt. Dus ik nee, hou precies, dat moet niet. Nee, precies. Maar ja, dat was natuurlijk wel je doel voor het hele seizoen. Want ik moet die status terug hebben, inderdaad, zodat je meer kan focussen richting een WK en vervolgens Beijing. Ja. Want ik merk wel dat de combinatie tussen sport en werk is gewoon heftig. Ja. En ik loop echt op mijn max. Mm-hmm. En ik heb bijna geen speling meer. Weet je, als ik in een week, als er in één keer allemaal dingen, andere dingen bij komen, dan gaat het haast bijna niet. Nee, als je even iets anders moet doen, dan ja, loopt er maar over. Het is echt een soort van puzzel die ik elke week goed moet neerleggen. Maar als ik je nu zo hoor, dan is die puzzel
mede door die hele coronaperiode, wel wat makkelijker geworden. Want je hebt gezien dat je die puzzel anders kunt leggen. Ja, 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 thuis zeker. Werken, thuis trainen, zelf ja. op pad. Ja, dat is wel het voordeel ervan geweest. En dat gaat me tot nu toe goed af. En ik hoop gewoon dat ik mezelf goed in de gaten kan houden. En even goed kan blijven kijken naar mijn belastbaarheid. Want het is, weet je, op een gegeven moment loopt het, weet je, de lood loopt allemaal op. En wanneer kan je dat even niks? Dat momentje heb ik dus nog niet echt gehad. Nee, precies. Om maar door aan het gaan. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Maar misschien... Nee, oké, maar tot nu toe loopt de emmer dus niet over. Nee, want ik ben wel elke keer als hij bijna overloopt, dan trek ik wel echt aan de bel. Nou ja, dat is op zich wel mooi dat je daar dus ook achter bent. Van oké, ik voel dat hij bijna overloopt. Hop. En nu ja. nog even rust en dan... Ja, ja, ja. Je hebt wel veel over jezelf geleerd. Ja, zeker. En ik heb ook echt wel... weet je, in die hele periode... Ik was ontzettend... ik baalde er echt van dat ik het niet kon halen. En ik had echt zoiets van... Ik had het afgelopen... Ik had in de winter een beetje bedacht van... Oh, dan heb ik wat meer vrij. En dan kan ik wat andere dingen gaan oppakken weer. Misschien wat meer in mezelf. Nog meer... Ja, ik steek al zoveel in mezelf. Maar nog meer in mezelf steken. Van misschien toch even wat beter die marketing en communicatie erbij pakken. En nou ja, gewoon wat meer tijd hebben voor wat vaker naar Papendal. En met trainen met het team. Misschien wat vaker naar Landgraaf of whatever. Ja, dat was wel echt even foef. Ja. Ja. Maar nee, dat gaat nu dus niet. Nee. Maar tegelijkertijd, nou ja, mede door die eenwieler. Zo heet hij. Ja. Zo heet hij niet. One wheel. Eenwieler. One wheel. One wheel. Oh, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde, maar dan in het Engels. Ja. En maar door die one wheel kun je nu ook gewoon bij jou de duinen in, of het bos in, of het strand. Ja. Of... Ja, ja, het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als snowboarden, maar nee. Je staat wel sideways en je gaat gewoon. Je staat in de juiste houding en je kan jezelf wat uitdagen door wat bergjes op en af te rijden. Heuvels, Nederland, heuvels. Heuvels op en af te rijden. Wat bochten erin te zetten. Het is natuurlijk helemaal niet zo dat je net zo goed kan leunen in je kanten en zo. Maar het is wel de beweging. En ik heb met Frank, heb ik daarover gesproken, mijn coach. Nou ja, hoe meer je sideways staat en bordgerelateerde sporten doet, hoe meer je daar uiteindelijk gaat hebben. Weet je, als ik mij heel erg zelfverzekerd voel in die snowboardhouding, die af en toe best wel een beetje verwrongen kan voelen, omdat je, weet je, die spanning en zo, weet je, van wedstrijden, dat is af en toe best wel heftig. En dan sta ik toch niet zo lekker. En door zoveel te staan in mijn dagelijks leven, denk ik dat het me wel weer wat verder kan gaan brengen tijdens de wedstrijden en in het snowboarden. Ja, nou ja, ik weet niet in hoeverre je dat al kan inschatten. Ben je dan nu misschien wel sterker, beter, verder dan je normaal in deze fase van het jaar zou zijn geweest? Ja, normaal gesproken, we zitten nu eind juli. Nu zijn we zouden officieel de hele maand mei vrij zijn. Ja. En dan zouden we in juni weer starten, juni, juli. En dan zouden we ook alweer op Papendal starten met 3 krachtblokken. Weet je, heel erg zwaar en heftig. Maar nu pak ik het dus iets anders aan. Ik ben dus al wat langer bezig. Ik doe wat meer met less is more. En dat ik merk dat gewoon voor de spanning van mijn lijf, dat beter werkt voor mij. Op dit moment. Ja. Het is ook wel zo. Ik ga nu ook weer naar de gym en naar Papendal. En dat wordt langzamerhand weer meer. Maar dat moet ik langzamerhand gaan opbouwen. Omdat ik nu zoveel heb. Moeten we even goed dat afbakenen. Dat het straks niet te veel is. En dat we niet weten waar dat vandaan komt. Nee, precies. Nee. Snap je wat ik bedoel? Dus langzaam iets meer doen. Ja, en zeker omdat we nu zoveel tijd nog hebben. Want onze wedstrijden zullen pas in november zijn. Als ze komen. We hebben gewoon nog de tijd en we hebben geen haast, dus we hoeven niet helemaal hysterisch mega heftig te gaan squatten en weet je. Wat doe je dan wel als team? Ik ben al in de Alpen geweest. Ik ben met mijn team gaan mountainbiken. Daar hebben we een hele vette mountainbike tocht gemaakt. Daar zijn we hebben een huttocht gedaan. Dus we zijn echt van naar 5 hutten gefietst.
En dat was echt, je zou denken, mountainbiken. Maar mountainbiken is ontzettend goed voor het snowboarden. Dat is namelijk, je rijdt lijnen, je moet vooruitkijken. Het zijn dezelfde bochten, het zijn dezelfde rollers die je moet doen. Dus echt, en ook om je angsten te overkomen. Weet je, je rijdt toch over een klein stukje met een mega afgrond. Dus daarin heb ik ook dus eigenlijk al een slag geslagen. En die week met mijn team weg was eigenlijk heel erg fijn om weer zo'n week weer met je sport bezig te zijn. Dus dat doen we. Dat hebben we gedaan. En elke maandag zie ik sowieso mijn team nu op Papendal. En dan hebben we gewoon een krachttraining. En dan er ligt nu een nieuwe skatebaan op Papendal. Dat is een pumptrack met allemaal heuvels en rollers en bobbels en dingen. Nou, daar gaan we in trainen. En conditie doen we ook nog. Dus ik ben niet zo heel veel meer met het team door de week. Maar dat komt op een gegeven moment. Ik denk dat we vanaf september gaan we weer wat vaker op kamp. Als het allemaal kan. En dan ga je weer echt op teamniveau werken. Ja. Maar op dit moment doe ik vooral eigenlijk alles zelf thuis. En probeer ik de organisatie draaiende te houden. Ja, om het voor jezelf zo goed mogelijk te doen. Ja. Ja, precies. Want wanneer ga je weer normaliter de sneeuw in? Dat is pas eind oktober. Oktober is. Ja, oké. Okay. Ja, dus dat... vlak voor die wedstrijden in Landgraaf. Ja, en voor de rest ben je eigenlijk alleen maar bezig met crossover sports. Dus dat is skaten, mountainbiken, surfen. Daar zijn we eigenlijk de hele zomer mee bezig naast de kracht- en conditietraining. En dat door de coronacrisis. Weet je, door corona is het niet dat we dat niet kunnen doen. We kunnen gelukkig nog gewoon naar buiten. En daardoor blijf ik ook gewoon nog heel erg in vorm. En doordat ik in één keer nu... Ja, doordat het leven iets langzamer is geworden of zo, heb ik daar in één keer veel meer tijd voor. Dus weet je dat je dan in de ochtend bedenkt, oké, nou, ik ben een beetje moe, maar ik heb nog wel tijd, maar ik ga wel met die one wheel naar mijn werk. Ja, precies. En want jullie seizoen, nou ja, je zegt al eerste wedstrijd in november. Er is wel al een kalender. Ja. Ja, nou ja, wat we sowieso wat we van de afgelopen seizoen hebben geleerd, is dat dingen last minute kunnen veranderen. Dus ik probeer gewoon tot zover, probeer ik me zo goed mogelijk voor te bereiden. En er natuurlijk wel 100% voor gaan, maar ja, echt 100% zeker weten of het allemaal doorgaat, dat moeten we nog allemaal even zien. Nee, precies. Dat vind ik een beetje lastig om zo erover na te denken, maar ik bereid me wel zo goed mogelijk voor en dat soort dingen. Is dat lastig? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, voor een wedstrijd kun je prima opladen en kun je zorgen dat je helemaal klaar bent. Maar die twijfel van gaat het door, gaat het niet door, maakt dat het moeilijker? Ja, ik vind het wel lastig. Het zet me wel heel erg aan het denken, constant van, wow, is dit wat ik wil? Kan ik leven met deze onzekerheid? Weet je, soms. Er zijn dagen dat ik er helemaal 100% achter sta. En er zijn zeker dagen dat ik denk, ja, je weet het toch niet. Ik ga maar even een taartje eten of zo. Nee, grapje. Ik kan me voorstellen dat het mentaal echt wel... Van oh ja, tuurlijk gaan we het doen naar... waarvoor doe ik het eigenlijk? Ja, die switch vind ik best wel lastig. Maar in het team is het wel zo. Frank, die is ontzettend positief. Dat alles doorgaat. En weet je, onze huttentocht die is ook doorgegaan. Ondanks, we hadden toen net groen licht gekregen van de overheid. Weet je, dat je naar het buitenland mocht en zo. Dus dat is ook gewoon doorgegaan. Dat was wel nog even op het laatste moment even zo van, oké, het gaat dus echt door. Ik moet echt even mijn spullen bij elkaar zoeken. Ja. En ik moet echt de tas in gaan pakken, ja. Echt die tas in pakken. Nou, op een gegeven moment, je weet het van tevoren wel, maar om dat vast te houden vind ik nogal lastig. Ja. Ja, maar ik ben dan vorige week voor het eerst weer naar Papendal gegaan. Mm-hmm. En toen ik daar ging trainen met mijn team en toen ik daar weer voelde dat er een staf, om te voelen, weet je, dat er een staf achter je stond en dat die vertrouwen in je had en dat, weet je, dat... En een Rob die zei van, joh, jullie staan er super goed voor. En weet je, het gaat goed. Toen had ik echt wel zoiets van, oké, chill. Fijn, weet je. Want als je heel... Vooral dat laatste is natuurlijk wel heel fijn. Dat er dan een trainer zegt, je bent goed bezig geweest. Want
al die maanden, je doet maar wat en je doet je trainingjes, maar niemand zegt lekker bezig. Ja, dat vond ik ook wel echt moeilijk hoor. Ik ben daarin ook wel echt een stier. Ik wil echt graag horen dat ik dingen goed doe. Ja. Goed bezig, Jenske. Ja, lekker, thanks. Ja, maar als ik het zo hoor, ik vind het best een positief verhaal. Ja, ik kan erom zitten treuren. Nee. Nee, maar het is ook... We hebben nog de tijd, hè. Weet je, het WK is dit jaar, pas in februari. Onze winters, echt wanneer we sneeuwmeters gaan maken, dat komt altijd een beetje aan het eind van het jaar, weet je. Ja, precies, dat zou sowieso niet nu al zijn. Nee. De skiers bijvoorbeeld, die zouden wel nu al in de sneeuw zitten. Ja, voor hun is het wel zeker lastig. En, ja, maar dat is voor jullie dan sowieso anders. Voor andere sporters lijkt het me ook heel erg ingewikkeld. Weet je, als je echt bepaalde dingen nodig hebt. Jullie hebben in ieder geval, hè, of het doorgaat of niet, dat zien we dan wel weer. Maar jullie hebben een moment dat je weet van, oké, in principe is er dan een wedstrijd. Dus daar ga ik me voor opleggen. Ja, de eerste wordt Landgraaf. Landgraaf, ja. En weet je, of wij van tevoren naar de echte sneeuw kunnen of kunnen gaan trainen in Landgraaf. Ja, weet je, Landgraaf is ook oké. Het is wel een beetje koud, niet zo zonnig, maar is ook supergoed. Landgraaf is zelden zonnig. Zeker binnen schijnt echt heel weinig te zon. Nee, het is daar ook altijd echt vet koud. Maar weet je, we kunnen die bochten trainen in een pumptrack. Maar hebben natuurlijk ook niet die enorme afstand nodig die skiers nodig hebben. Nee, en we hebben sowieso voor de bankslalom hebben we echt al heel veel gedaan. Ja. Afgelopen seizoen. Daar hebben we echt, we hebben zoveel bankslalom gereden. En dat zit ons gewoon echt in ons systeem. Ja. En dat merk ik nu ook bijvoorbeeld op mijn Scarver skateboard. Dat is gewoon een normaal skateboard die best wel snelle turns maakt. Daarmee ga ik altijd naar skateparks. En dan ga ik in zo'n pool en dan maak ik van die bochten. Van die bankslalom bochten. En daar kan je dus een beetje in trainen. En dat gevoel zit erin. En ik denk... Ja, ik weet niet. Komt wel goed. Nee, maar inderdaad, zo klinkt het ook. Dat ik denk, nou, heel positief en je hebt er zin in en vertrouwen in. En... Ja, en ik doe op dit moment echt gewoon alles wat ik moet doen. En ik probeer overal wel een training te vinden. Bijvoorbeeld als ik naar huis fiets. Rob, die kwam met het geweldige idee. Nou, dan kan je wel wat harder fietsen. Dan kan je in bepaalde hartslagzones naar huis fietsen. Dus dat heb ik even ervaren. Ja, dat is echt niet te doen door de binnenstad van Den Haag. Dat is echt levensgevaarlijk. Dus ik heb gezegd tegen Rob van... joh, weet je, hard naar huis fietsen in die zones die jij wil... het is niet zo handig, want ik ga echt gewoon... ik moet er rood, weet je, anders... Ja. Anders dan zakt je hartslag weer en dan... Ja, en dat is zonde, weet je, moet je weer bouwen. Dus dan ga ik liever iets anders doen. Ja, precies. Liever dan een andere training, ja. Ja. Ja, maar ja, je wordt er wel creatief van. En ik denk dat wij als Nederland wel heel erg dat we echt wel heel erg van geluk mogen spreken dat we nog gewoon naar buiten mogen. En dat NOC-NSF, dat die Papendal weer open heeft gesteld en dat soort dingen. En ja, dat de gyms ook alweer up and running zijn. En dat iedereen zich, tenminste voor zover ik kan zien, weet je, in mijn gym, Cesar, daar hebben ze echt ontzettend grote... heel goed met de 1,5 meter afstand. En ze komt naar elke... Er zijn daar ook extra schoonmaaksters ingehuurd. De trainers die moeten nu ook de dingen poetsen als je ergens van afgaat. Dus dat is echt ontzettend goed georganiseerd. En daar mag ik echt voor in mijn handen knijpen dat ik daar naartoe mag. Ja, dus jij bent gewoon lekker bezig. Ja, en ik heb zeker wel gedacht van in de tijd dat ik echt binnen moest trainen. Dat ik echt dacht van ja, waarvoor doe ik dit nou? Ik had wel constant het gevoel dat ik de beste was. Dat gaf... Als je alleen aan het trainen was. Ja, ik was de beste van de hele kamer. Maar ik had af en toe wel zoiets van, moet ik weer? Maar ja, het was ook gewoon, als dat op een gegeven moment in je routine zit, dan zit het erin. En dan voelt het ook lekker. Ik voel me ook wel lekker als ik nu in de ochtend gewoon mijn dingetje doe. Dan heb ik de rest van de middag kan ik leuke dingen doen. Mooi. Niet dat andere niet leuk is, maar... Hey! Bij mijn huisgenoot. Goed om te horen, Renske. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou ja, blijf gezond en veilig, hè?
Ja, tuurlijk. zo noemen we dat dan nu. Jij ook. Ja, ga ik doen. En nou ja, veel succes. Thanks. Ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. In september gaan we weer, gaat er weer wat gebeuren qua camps. Dus ja. dan is nog even de vraag waar we naartoe gaan en of het dan allemaal mag. En ik heb zelf ook wat dingen georganiseerd. Ik ga bijvoorbeeld met wat vrienden gaan we naar een skatepark en dan gaan we daar hangen en skaten en doen. Ja, ja. Dus het is een beetje de jeugd komt weer terug of zo. Dus dat vind ik echt wel leuk. Ja, nou lekker toch? Ja, zeker. Goed om te horen. Yes. Hey, dankjewel. Alsjeblieft. Wij spreken elkaar. Is goed. Oké. Okay. Doei. Doei.